In drie Zo open is deze coalitie natuurlijk niet. Naar na de rest van de pers toe Zoveel staan ze de pers niet te woord. Ook NSC niet. Na een uh, politiek roerige week is de leider van NSC terug in Den Haag. Vandaag ben ik voor het eerst weer een middag in Den Haag voor een paar uur. Het idee voor de eerste keer is gewoon rustig naar de koffieautomaat met één of twee collega's wat gaan praten. Dat was het advies van de bedrijfsarts. Maar, maar het is fijn en goed om de collega's, medewerkers. Te zien naar een bewogen week uh, voor onze partij. Ja, meneer Omtzigt, u zegt u gaat de taken verdelen met uh, mevrouw Van Vroon. Hoe ziet die taakverdeling eruit? Wie gaat bijvoorbeeld het contact met de media doen en wie gaat de gesprekken met de andere coalitiefractievoorzitters doen? Vooralsnog doet Nicolien van Vronen over de uh, overleg met de andere uh, voorzitters. En het ligt eraan als ik een, en ook de meeste media, maar als ik een debat ga doen, dan zal ik de media bij dat debat doen. Ja, dit was de dus Pieter Onzicht gisteren bij zijn terugkeer. Uh, Joost, denk je dat zijn terugkeer rust kan gaan brengen in zijn. Fractie, gaat dat helpen dat hij er weer is? Nou, je mag het hopen voor NSE, maar ik heb mijn grote twijfels. Omdat um, deze terugkeer, die, nu, die we net hoorden, zoals hier geschetst wordt, is ja. natuurlijk heel uniek. Dat hebben we zeker met een fractievoorzitter uh, zelden of nooit gezien uh, in Den Haag. En ik vraag me ook echt af of het werkbaar is. En het is natuurlijk ook een, best wel ingewikkeld. Want we hebben natuurlijk ook te maken met een persoonlijk iets, mm -hmm. hè, met iemand die uh, ziek is, waar je natuurlijk altijd uh, compassie mee moet hebben. En aan de andere kant heb je te maken met de Haagse Arena, bijna letterlijk te tegenwoordig, waar je ook niet half kan functioneren en al helemaal niet in zijn positie als fractievoorzitter van een zo belangrijke partij. En dan ook nog eens een keertje partij die eigenlijk nog uh, in zijn geboortefase is, zou ik bijna willen zeggen. Want we doen allemaal alsof NEC... Uh, we vinden het allemaal heel normaal dat het lid is van een kabinet. Maar als je goed nadenkt naar de afgelopen anderhalf, twee jaar, wat er gebeurd is met die partij, dat is natuurlijk ongelooflijk. Niet alleen mm -hmm. het aantal zetels, maar sowieso ja. zo'n hele partij opzetten. Zo'n fractie, bewindslieden, uh, nou, het hele visionaire gedeelte van wat ben je nou eigenlijk voor partij. Daar zit die partij allemaal nog middenin. En ja. dan met deze leider in deze toestand, met dit verleden. Ik denk dat we nog aan het begin staan van heel veel uh, moeilijkheden. Hij gaat dus het fractievoorzitterschap delen met Nicolien van Vroonhoven. Nou, volgens mij was dit zo'n beetje vraag 2 tijdens de persconferentie. Hè? Wat moeten wij hier als media nou eigenlijk mee? Wie moeten we dan aanspreken? Ingrid, wat denk jij? Is dat werkbaar voor media? Want je, je weet ook, ja, Pieter Omzicht is de man, is toch de, de visionair van, nou, van de partij? Ik denk dat het verhaal voor hun zelf niet werkbaar is. Ik denk dat voor NSC, met al hun problemen die jij schetst... Communicatie is key. Hè, van het, het gaat heel, nou, dat hebben we gezien in de crisis. Hè, wat woorden zeggen. Wie zegt nou wat? Uh, uh, is het nou ja, racistisch? Is het, is het uh, polariserend? Hè, dus, dus het afwegen van woorden en dat goed op elkaar afstemmen is key. Nou, en dan ga je daar uh -huh. ook nog twee mensen uh -huh. op zetten. En Nicoline, we weten nu dat zij toch wel vaak belde met, uh, uh -huh. met omzicht. Nou, en ik hoor gewoon omzicht. Ik vind het ook wel. Um, dat gaat me dan als mens even aan het hart. Maar ik hoorde hem net praten en die adem zit zo hoog. Dus ik denk, oh... Het is zo pijnlijk om naar te luisteren. Ja, ja ik, ik vind ja. het... Een man met, met echt een, een visie en zo in zijn partij begonnen. En als ik hem nu hoor, denk ik echt, jeetje. Ja. Ik ben het met Joost eens. Van, uh, dit wordt, ja... dat, Nou ja... Dat? Ja, het, is een, het is een even. Ik vind het wel uh, mooi. Ik hoor het nu echt op de radio met koptelefoon op en dan denk je echt: oh jeetje, die adem zo hoog en zo broos. Ja, en wat ik als werkgever weet van de reintegratieplannen is dat je nu een soort lijstje met alles wat je niet, niet moet hebben als je je weer herintreedt. Dus. Een onveilige uh, omgeving, ja. wat je, denk ik, de Haagse alleen nog maar kunt noemen: hoge druk, stress. stress. Ja. Ja, ja. Onduidelijkheid ja. over vertaagverten. Het hele lijstje van dingen die je niet wil hebben, zijn hier, spelen ja. hier wel. Dus ik, Hij ja. zei het zelf ook, hè. de bedrijfsarts had gezegd: ga een kopje koffie drinken met, met twee collega's. Maar is, Dat kan toch helemaal niet nee. in de nou Den nou haag. Ja, ja, dan ik, moet ik, je uh, ze uitnodigen in NSGD of in. Uh... Nou ja, maar, nou, maar ook op de, ik ben ook een, een uh, lange tijd leidinggevende geweest. En uh, daardoor ken je, net als Ernst Jan, ja. dit soort en de bedoeling is nou juist dat je dat eerst thuis doet en dat je dan vervolgens uh, op het werk komt. En dan is inderdaad de term even bij de koffieautomaat is een gevleugelde term in reintegratieland: mm -hmm. dat je daar dus even mee begint. Eens een week en dan nog eens. En dan eens een keertje een dagje en een half dagje. Maar in zijn positie uh, in, in uh, het haagse politieke klimaat van vandaag de dag. Uh, kan dat natuurlijk bijna nee. niet. Het AD schreef er ook over dat tijdens de persconferentie ook. Pieter Omsen op een gegeven moment zich omdraaide en keek naar ik geloof zijn woordvoerder. Zo van: dit, is, dit duurt te lang. En dat ga je dan natuurlijk ook krijgen. Want je, kijk, je wilt als pers wel gewoon doen aan waarheidsvinding. En de mensen spreken die over zaken gaan. Er gebeurt niet niks. Het is wel gewoon de, de landelijke politieke arena. daar waar de besluitvorming plaatsvindt. Dus dan ga je toch automatisch eh, vragen en doorvragen. En moet je dan, dat is dan de vraag die nu opgeworpen wordt. Moet je als journalistiek, moet je als media dan op dat moment bedenken... we doen even een stapje terug en we gaan wel naar Nicolien van Vroonhoven... of we proberen het op een andere manier. Maar dat ligt ja, de verantwoordelijkheid zijn bij managen. de pers. Ja, dat ja. zij zijn maar moet dat de pers doelde... verder geen zelf een rol in, in ja, aannemen. Ja, volgens mij zegt Pieter zich van Nicolien van Vroonhoven... doet uh, uh, staat de Media te woord. Ja. Dat, behalve als ik zelf een debat doe. Dus ja, daar moet Pieter Omtzigt zich ook heel erg aan houden. Maar dat bedoelde ik met dat, met dat persoonlijke net. We hebben hier natuurlijk ook te maken met een... Gewoon een persoonlijk geval waar je als mens tot mens, zeg ik maar even ja. pathetisch, ook rekening mee moet houden. Maar als jij daar parlementair journalist bent en je wil gewoon je werk goed doen, je kan het niet half doen. Nee. En als je constateert dat uh, Pieter Omtzigt daar terug is in die fractie, nou je kan mij niet vertellen dat hij daar op een achterbankje twee dagen in de week alleen maar bij de koffieautomaat zit mm -hmm. en verder niks zegt. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Op du moment dat hij daar is, heeft hij zijn invloed. En wil je daar als journalistiek natuurlijk ook achteraan en daar je vinger achter krijgen. Sterker ja. nog, hij heeft naar verluid ook de afgelopen weken vanuit Enschede invloed gehad. Ook dat willen we natuurlijk weten, mm -hmm. hoe dat precies zit. En dat controleren en daar kritische vragen over stellen. En je kan niet van. De parlementaire journalistiek verwachten dat ze bij één persoon en bij één partij een beetje met de handrem op hun werk gaan doen. Dat gaat niet werken. Er hoeft ook geen gesprek te worden op de redactie, wat jullie betreft, hoe, hoe daarmee om te gaan? Nou ja, het kan, nee, geen gesprek, we moeten... het kan wel een gesprek worden op de redactie, hoe je, hoe je daarmee moet omgaan. Maar dat mag er natuurlijk nooit toe leiden dat je die werkmarkt. Ik denk van nou, de maar even met rust. Hij moet dat, dat, dat zelf aangeven ja. op een gegeven moment uh, van uh, wat je me nu vraagt, kan niet. Of ik voel ja. me nu niet go goed, of ik wil nu het gesprek verder niet aan. En dan moet je op dat moment, al naar gelang het, uh, na het, het onderwerp, moet je zelf bepalen hoe ga ik hiermee om. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk niet van tevoren uh, op, op 30% procent een regeringsfractie gaan controleren. Nee, een oprichter heeft ook heel veel informele macht. Dat zie je ook in de wereld waar ik vandaan kom met start-ups. Iemand die iets opgericht heeft, die heeft zoveel informele zeggenskracht. En ook als er dan hele duidelijke lijnen zijn van zo loopt het management en zo. Als de oprichter iets zegt, oh is het even bij de koffieautomaat, dan heeft dat, heeft dat impact. Ja. Dus ik vind dat je als journalist dan ook de verplichting hebt om die informele macht te blijven onderzoeken. Ja, om het even concreet te maken, zou het een overweging zijn om niet bijvoorbeeld met een draaiende camera op me af te stappen, omdat hij het rustig aan wil doen? Nou, Want dat, dat is wat je inderdaad vaak ziet. Er komt zo'n oploop en dan rent iedereen op, uh, op zo'n politicus af. Nou, maar dat is al bijvoorbeeld. Uh, als er, een, als er een, een hele dwingende vraag is, hè, die speelt omdat ja, er iets is Er is iets, iets is in het gebeurd. debat, gebeurd. En, ja, ja. En je wil hem echt spreken. En hij loopt daar gewoon en je kan hem aanspreken. En, uh, de, en je gaat dan in eens denken: Nou, dat doe ik nu maar niet. Wie is de volgende bij wie je dat dan moet denken? Dus het enige wat er dan kan gaan gebeuren, is dat OM zichzelf op zo'n moment zegt. Ik wil, ik wil je geen antwoord op geven. Ik kan dit nu niet aan. Ja. En dan moet je dat natuurlijk uh, respecteren. Uh, als het even kan. Uh, maar waarbij je ook als journalist. Ook weer scherp moet zijn. Want je moet als journalist. Vooral scherp zijn. Dat dat natuurlijk ook weer niet wordt gebruikt. Om je maar weg te houden. Precies. Om je met een kluitje in drie Zo te Zo open is deze coalitie natuurlijk niet. Naar na de rest van de pers toe. Zoveel staan ze de pers niet te woord. Ook NSC niet. Nee. Ook de mensen die zijn afgetreden. Waar, waarvan we één of twee statements. In een interview. in de kans zien. En voor de rest horen we er niks meer van. Terwijl mm het -hmm. best wel hele fundamentele dingen. Dingen aan ten grondslag liggen waar je als journalistiek vragen over wil stellen. Ook ja. het aftreden van de twee staatssecretarissen ging in een vloek en een zucht voorbij. En er werden gewoon geen vragen beantwoord. Nee. Dus nee, ja, dan dat... is het maar iets En dan worden de vragen voor de schermen beantwoord. Maar achter de schermen. er bronnen weer andere alles? dingen. Dat brengt dus ook een beetje bij, het volgende, bij de volgende laag in dit gesprek, om het zo maar te zeggen. En want die terugkeer van Pieter Omzicht. die baart uh, ook de coalitiepartners zorgen. Dat zeggen ze dan dus niet op beeld. Maar dat is wel op te maken uit anonieme bronnen. Nou, die komen ook weer terug in de... en dan moet je echt even goed bij me blijven... want het wordt een beetje verwarrend misschien... maar dit komt dus terug in de reconstructie... van de reconstructie van de kabinetscrisis. Het AD valt daarin op. Zij schrijven dat bronnen van NSC... terugkomen op de term halalvreters. Eerst was het verhaal dat die zou zijn gebezigd in de ministerraad. Nu schrijft het AD dat de bronnen die dat melden... inmiddels zeggen dat ze dat van de journalisten hadden gehoord. Ik hoop dat u me nog volgt. <togst> maar goed, Ernst-Jan en Joost, jullie hebben in Den Haag rondgelopen... Bronnen. We lezen ontzettend veel anonieme bronnen. Laten we daar even mee beginnen. En die zeggen iets anders dan wat bijvoorbeeld de fractieleiders zeggen in beeld. Gewoon voor de schermen. Hoe moet je daar nou, hoe moet je dat nou wegen? Hoe ga je daar nou mee om? Nou, dat is iets van alle dag. En dat is ook onvermijdelijk, niet alleen in de Nederlandse politiek, waar het eh, nog veel eh, scherper speelt, omdat wij hier een coalitieland zijn. Mm -hmm. En er dus altijd verschillende partijen aan de macht zitten, die ook weer verschillende belangen hebben. En daar zit je als journalistiek tussen en bovenop. En dat probeer je natuurlijk eh, nou, de, de waarheid boven water te krijgen. En op die manier met je bronnenstelsel om te gaan. Ik vind het, 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 het feit dat anonieme bronnen nooit mogen, dat, zo werkt het gewoon niet. Dat vind ik ook niet reëel, zo werkt het natuurlijk wel. De grootste onthullingen in de journalistiek, uh, in binnen en buitenland, uh, uh, denk aan Watergate, ik zeg ja. het maar even, ja. maar er zijn er wel veel meer, zijn heel vaak, vinden die de basis in anonieme bronnen. Mm -hmm. Dat is het probleem niet. Het probleem is veel meer hoe je met die anonieme bronnen omgaat en hoe je dat, uh, zoals wij dat wel in vaktermen in de journalistiek noemen, witwast. Dat betekent dat het ook echt klopt en als even kan, dat je er een bron bij zoekt uh, die je onder record kan gebruiken. Die je citeerbaar kan gebruiken. Ja, maar dat is ja. niet altijd mogelijk. Ja. Wat er nu gebeurt. Gaat wel heel ver. Uh, nu is het kennelijk zo. En dat lees ik inderdaad in die reconstructie van het AD. Maar ik zag dat RTL Nieuws gisteren op de website ook een soort van reconstructie had. En ik hoorde gisterochtend Thomas van Groningen van WNL daar ook al het een en ander over zeggen. Dat kennelijk bronnen van NSE, wordt ook nadrukkelijk meervoud gezegd. Mm -hmm. dingen zouden hebben gezegd waarvan nu blijkt dat ze die van journalisten hebben gehoord. Ja, weet je, dan draait het spinwiel wel echt helemaal ja. dol in Den Haag. En, en dan moeten we, denk ik, ook als journalistiek. Mm -hmm daar Wel heel kritisch en behoedzaam voor zijn, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, want nee. Ik red, het, hier ontstaat wel het beeld dat ook journalisten het verhaal voeden. Ja, toch? Maar dat is, we krijgen nu mist, 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 mist. Dus die mist die we nu hebben, is volgens mij echt heel erg dicht. Ja, maar ik weet niet of journalisten het verhaal voeden. Ik, ik wat nee, ik ervan beeld, begrijp, ontstaat, Nee, maar dat beeld ja, ontstaat. Ik begrijp dat, dat dat iemand van NSC heeft kennelijk van een journalist die hij vertrouwt iets gehoord, en die, 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 uh, die politicus heeft dat kennelijk als een, als een soort bron opgevat, en dat volgens weer aan een andere journalist vertelt, zonder erbij te vertellen dat het oorspronkelijk nieuws van een collega-journalist was. Ja, dat is natuurlijk ontzettend ja. troebel, en dat moet je niet willen. Dat moet je echt niet willen. Maar dit komt toch maar gewoon door die moordende concurrentie in Den Haag, om, om, de, om de eerste te zijn, om nieuws te kunnen brengen, om je eigen hachie als journalist ook vrij te stellen dat je een mooi nieuwtje hebt gebracht. Het is, dit is zo uh, verdrietig voor het vertrouwen dat mensen in de journalistiek hebben. Wij kunnen het al amper mm -hmm. volgen, laat staan als het je... Als het je vak niet is. Dus de grote nee. verliezer is: wederom, het vertrouwen in de journalistiek die was heel slecht. Ja, dit ja. is echt een afhaker. Ja. Ja. ja, wij hebben Tobias van Hartog nog even gesproken, de AD-journalist die dit stuk heeft uh, geschreven. Hij zegt, hij heeft nog nooit meegemaakt dat over zo'n gevoelig onderwerp achteraf zijn bronnen zo het verhaal veranderen. Dat vindt hij zeer kwalijk. Het is zeker aanleiding om bij deze bronnen de volgende keer de woorden anders te wegen en uh, niet dubbel, maar driedubbel te checken. En het was geen overweging om deze draai niet te publiceren, omdat het een ander licht werpt op wat er vrijdag zich heeft afgespeeld. Kunnen jullie, je daarin, uh, kunnen jullie hem volgen daarin? Ingrid, Joost? Ja, als hij zegt van. Uh, als hij. Uh, uiteindelijk geconfronteerd wordt van ja, jouw bron klopt er niet, hè? of die mm -hmm. heeft uh, ja, dat vind ik wel goed dat hij dat meldt. In ieder geval, nou, sterker nog, dat ja, is, dat dat is noodzakelijk. Ja, dat moet Want anders, anders heb je dan, uh... natuurlijk uh, verkeerde informatie die wereld ja. ingebracht als AD, dus ik vind dat heel goed en zuiver ja. dat hij dat doet. Mm -hmm. uh, maar het is wel zorgelijk en het is ook wel een soort van uh, wake-up call, uh, inderdaad, wat Ernst Jan zegt voor de journalistiek in deze tijd en zeker ook in Den Haag, dat 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 je nou de lat extra hoog moet leggen en dan desnoods maar het moeilijkste moet doen wat een journalist kan doen, namelijk iets niet dat je weet dat iets zo is, je hebt het toch niet hard, maar nee. je weet bijna zeker dat het zo is. En kan je er dan, als je het legt langs de ethische grenzen van de twee ja. bronnen, wel of niet doen? Uh, ja, daar toch extra voorzichtig mee zijn en uh, bij twijfel niet doen. Nee, en nee, je, je even tegen dus? je eigen natuur ingaan, nee, even een stapje extra. Deels wel. Ja. Ja. ja, en tegen de hele cultuur ja. van de journalistiek, wat nog ja. moeilijker is, denk ik. Ja. ja. Nou ja, en het gaat dus hier, uh, Tobias uh, Den Hartog geeft er dus zo ook aan, ja, maar vertrouwen is ook even helemaal weg. Van wat moet ik nu? Mm -hmm. En ook kritisch naar jezelf kijken. Weet ja. Ik niet te snel. Ja, weet ik het zeker. Ja. ja, ik zie dat mensen fijn actief meeluisteren naar het Mediaforum. Uh, we krijgen een reactie van Marianne in de app op wat hier werd gezegd over Pieter Omzicht. Ze zegt: Het Mediaforum op donderdag praat Pieter Omzicht alweer een burn-out in. Zijn adem zit zo hoog. Uh, sorry, ik geloof niet dat men medisch onderlegd is. Dit onderwerp had ook niet door jullie opgebracht hoeven te worden. Allemaal speculeren, zegt zij. Moeten we daar nou nog eventjes hand in eigen boezem steken? Nou, ja, volgens mij hebben we het ook vooral gehad over de context uh, ja. van de algemene herintreding van, van mensen die een burn-out hebben. Mm -hmm. Ja. ja Iedereen is anders. Ja, maar dat is toch vaak wel iets van spanning? Ja. ja We praten hier ook over beeldvorming. Ook, ja. hè? Van hoe komt iemand over? Um, hoe landt dat dan vervolgens weer in de media? En wat is onze verantwoordelijkheid erbij? Dat was de aanleiding voor dit, uh, voor dit gesprek. Maar voor dat wel fijn als mensen toch van buitenaf luisteren en die horen. Dus toch een heel ander verhaal dan wat wij hier betogen te doen uh, met Absoluut. elkaar, denk ik. Ja. Ja. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.